Hallo mensen, welkom terug in The Escapist. Het spijt me, ik heb een paar dagen geskipt. Dat komt omdat ik het eerst met OBS ging opnemen. Alleen, daar was de kwaliteit van de video zo slecht dat ik zoiets had van... Nou ja, dit kan ik niet uploaden. En shit, ik heb een... Ik word zo meteen gecheckt. En ik heb nogal veel illegale dingen. Ja, zie je, dat ik kan het dus niet allemaal meenemen. Ik ga de minst belangrijke dingen hierin doen. Oeh, ik heb bijna op flush gedrukt. Maar goed, en dan die en die. Klopt het nu allemaal? Ja. Zo, dat betekent dus dat ik nu veilig ben. Sorry. Oh, jeetje. Dat is zo vervelend dat ze dan allemaal dat blijven zeggen. Even kijken wat ik nog moest doen. Handscreen voor Ross. Een horloge van Morales. Cookie van Crack. Iets van Raphael. Beat up Crack. Oké, ik moet dus Crack even in elkaar slaan. Want dan krijg ik 12. En nog eens $19. En omdat ik dan voor twee mensen iets doe. Ik heb $47, dus in principe kan ik iets kopen. Nee, want ik heb geen inventory space. Voordat jullie gaan bedenken van... Oh, hij heeft blijkbaar een guard in elkaar geslagen. Nee, dit zat in een prisoner stash. In de ventilatiesysteem. Boven mijn cel. Daar zat deze key in. En daarom heb ik ook de schroevendraaier, omdat ik daar al in ben geweest. En ik moet even mijn intelligence omhoog brengen. Omdat ik dan een accuboormachine zeg maar kan maken. Ik heb er nog 18 nodig om dat te kunnen maken. Dus ik ga hier lekker even zitten. Eerlijk gezegd heb ik nu geen idee hoe hoog ik zit. Ik ga even mijn fatigue omlaag brengen naar iets van 50% of zo. En dan ga ik even kijken of ik het nu kan maken. Want als het goed is zijn ze ook al bij mijn cel geweest. Even kijken of er niet nu een guard komt. Nee. Daarvoor ga ik nodig hebben de wire en die en de schroefdraaier. Heb ik al. Ah, nog 3. Oké. Ze zullen wel al geweest zijn. Dus dan doe ik dit even. En dit, yes, dus er nog. Ik weet niet of ik moet gaan graven. Dus ik weet ook niet of ik de timber brace nodig ga hebben. Maar ik verwacht eigenlijk van wel. Oké, het is nu lunch. Daar kan ik op zich wel even wat later komen. Even, oh, kijken wat hij heeft. Oh, mooi. En een vel. Mooi, die heb ik nodig om cutters te maken. Om kniptangetjes te maken. Ik ga nu eerst dit maken. Ik heb toch 3 keer gedaan. Ah. Oh. Ja, mijn werk is behoorlijk makkelijk. Dus ik ga nu gewoon eerst even dit doen. Dan doe ik dat. Maar ja, ik ben dus nu een beetje bezig met onderzoeken hoe ik moet ontsnappen. En ik weet al als ik via de vents wil ontsnappen, dat ik dan dus een kniptang nodig ga hebben. Want er zit daar namelijk een soort van deur in ofzo, waar ik nog niet langs ben geweest. Omdat ik daar niet doorheen kon. Zo. Dit is nu klaar. Wat zal ik nu gaan doen? Op zoek naar een... Nee, ik ga eerst even deze dingen doen. Ik moet Crack even in elkaar slaan. Ah, shit, hij werkt. Dat is niet fijn. Wat zal ik dan gaan doen? Kan ik dit al? Nee. wat kan ik dan nog meer doen? Oh, handscreen en een kussen voor Ross. Dan krijg ik 2 dingen in elkaar. Ik stond in je cel. Waarom boeide je dat niet? Nou ja.
ga eerst wel even bij hem kijken. Dit is van toepassing. Een doodoo donut. Oh, dat is volgens mij heel speciaal. Maar, nee, dit werd ik namelijk van Jacksepticeye's video over die escapist. Het komt heel weinig voor, alleen het brengt je fatigue maar gewoon standaard omlaag. Dus ik neem hem wel mee. Kut. Oh. Waarschijnlijk kan ik hem aan. Maar ja, ik vind het toch fijner om gewoon weg te rennen. Ja, restores 10 fatigue. Dat is vrij weinig. Oh! Hier moest ik iets mee doen. Haha. Gewoon compleet per ongeluk heb ik het toch gedaan. Sorry. Ik heb vrij veel geld. Dus ik ga even kijken. Ja, die ga ik maar toch maar voor de zekerheid kopen. Ja, dat kan wel. Kan ik er nog een? Ja. Fight me a muffin. Oké. Oké, evening free time. Wat zal ik nu gaan doen? Ik pak even dit bedsheet op. Die hang ik alvast op. Tenminste, dat probeer ik. Ik ga even dingetjes boven leggen. Al mijn duct tape in elk geval. Nee, duct tape ga ik nodig hebben. 1 duct tape. Trowel. Die ga ik boven leggen. Dit is geniaal. Nu hoef je geen desks te verplaatsen. Kijk, hier zit dus slats. En daar kom ik niet doorheen. Oh, met een schroefdraaier gewoon. Zo, en dan daar, daar, daar. Hier, en die moet zo ook weer terug daarin. Shit. Oké, op naar de roll call. Hopelijk ben ik op tijd, hopelijk ben ik het niet. Oh, alsjeblieft, laat het maar iets zijn. Yes, Cracker Bruce. Fijn. Oh ja, sorry, je hebt je bedsheet nu natuurlijk nog niet. Sorry. Ja. Ik ga even opzoeken wat die spatula doet. Dat kan ik nu wel even doen. Oh, als je uncooked food hebt. Bijvoorbeeld, je hebt ook ongekookt kip. Dan kun je met zo'n spatula het bakken / koken. Maar dat vind ik niet echt nodig. Dus ik ga dat doorspoelen. Ik moet hem wel pakken. Want het is namelijk iets wat je niet mag hebben. En kut. Ik weet niet waarom het gebeurde. Blijkbaar kun je een spatula niet doorspoelen. Boeit me niet als ik roll call krijg. Ik krijg het niet eens. Morales en crack. Ik ga zo meteen crack opzoeken. Dan ga ik hem eerst meelokken. Er komen wel natuurlijk guards mee. Maar goed. Crack. Oh shit, crack is sterk. Oké, dat valt op zich wel mee, hoe sterk hij is. Maar een vuil cookie. Zo. Daar kan ik... Oh. Oh, volgens mij... kan ik heel gemakkelijk naar buiten komen. Ik moet even kijken waar ik overal allemaal kan komen via de vent system. Ik hoop dat de keuken niet op slot gaat. Daar moet ik nu even naar kijken. Nee. Maar het kan zijn dat ik niet in de keuken zelf eruit kan komen. Ah. Ik kan het nu niet doen. Het is gewoon irritant. Zal ik het in iemand anders kamer gaan doen? Nee, ik wacht wel totdat ze dit fixen. Die ga ik niet meenemen omdat ik zo te moet werken. Ja. Ik neem het eten wel mee. Dan ga ik even sporten. En dan vooral mijn snelheid. Lunch. Oké, dat moet ik onthouden. En dus de free period tussen
ontbijt. En na ontbijt moet ik gaan sporten. Oké, werk. Ik begin nu eindelijk het tempo waarin dit kan te vinden, zeg maar. Want als je te snel klikt, dan doet hij niks. En dan, zo. $220, jeetje, ik heb veel. Oké, Crack heeft werk. Oh ja, ik ga even, als het goed is krijg ik hierna ook free period. Oh, ze hebben nog steeds niet gefixt. Ik wou zeggen, ik ga nu even omhoog. Maar dat is misschien dus niet al te slim. Warden, clean up your act. Hoe? Hoe zou ik dit moeten oplossen? Nou ja. Nee, voordat ik naar boven ga, ga ik zorgen dat ik een tweede vijl krijg. Want dan kan ik cutters maken. Die ik trouwens niet nodig heb. Ik kan het ook met een schroefdraaier doen. Mijn strength is omlaag gegaan. En waarom ben ik rood? Dan ga ik maar even mijn strength fixen. Oké, even lekker eten. En ze vechten weer. Zoals gewoonlijk eigenlijk. Nu krijg ik evening free time. Als ik het goed heb. Ja, precies. Oké. Ik ga even in deze cellen hierboven kijken. Deze bedoel ik. Voor dus een vijl. Nee. En als ik dat niet kan vinden, ga ik even. Nou ja. Ik ga daarna even kijken naar hoe ik kan ontsnappen. Want als de keuken niet op slot gaat, betekent dat dat ik via de keuken weer in dit gebied kan komen, zeg maar. En ik heb die paarse sleutel om naar buiten te komen. Heb ik trouwens een guards outfit? Nee, die heb ik dus niet. Oké, die moet ik dus wel kopen of jatten van iemand. Maar goed, ik ga nu eerst even dit doen. En dan even kijken hoe ver ik kan komen. Oh, fuck. Nee, niet. Zonder dit. Ik vergeet dat ik ze dan al heb. Zo. Oh, ik dacht dat de trap hierboven stond. Shit. Ah, fuck. Trap had ik al. Oké, ga ik even kijken waar ik allemaal kan komen. Is dit buiten? Ja, oké. Ik weet nog niet hoe ik dit. Ja, het moet 's nachts. Dat weet ik al. Want overdag, als je buiten komt in een gebied waar je niet mag komen, word je in één keer neergeschoten. Maar ik ga hem dus hier opslaan. En shit, ik was vergeten dat ik naar de rollcall moest. Dus ik moet hem even opschieten. Die mag terug. Ga ik hem zo ten opslaan? Nog even die laatste dag. Want ik denk dat ik dan gewoon kan ontsnappen. Shit, ik heb een rollcall. Oeh, dat is denk ik niet zo heel goed. Het valt mee. Oké. Die kan terug. En die gooi ik hier wel neer. Want dan sla ik hem op. En dan hoef ik telkens, als dit inderdaad de manier is om te ontsnappen, dan kan ik gewoon ontsnappen. En anders hoef ik alleen maar dan weer, als ik weet zo van, oh, ik moet toch nog die vijl krijgen en dat maken, die cutters, dan hoef ik alleen maar deze dag later te doen. Dus ja. Oké, we zitten dus nu in dag 8. Ik laat deze video hierbij. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En tot de volgende keer.